Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Vandaag is de wedstrijd tussen Portugal en Italië. Het is toch altijd weer genieten als een speler een Panenka uit zijn voeten tovert, Jori. Ja, geweldig. Hè? Maar weet je wat het wel is met Panenka? Kijk, veel spelers doen dat in zo'n Panenka. Alleen Panenka deed het met de beslissende penalty in de finale van het Europees kampioenschap 1976. Ja, en dan ben je een kerel als je dat op dat moment durft. Tegen Sepp Maier, hè? Tegen Sepp Maier, ja. Ja. We gaan beginnen en de aftrap is voor Portugal. Raul Meireles. Balotelli. Balotelli. Zo, die laat er geen gras over groeien. Meteen een overtreding. Die komt er met de bal uit. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Deze situatie moet Portugal. Doelpoging. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Geweldig verdedigende actie waarmee die vrijwel zeker een doelpunt voorkomt. Coutinho. Die gaat achter. De aanvaller raakte hem voor het laatst. Dus een doeltrap. Hier zien we die redding weer, Jori. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Doelpunt.
doorgekopt naar een ploeggenoot. Motta. Marquisio. Wat kunnen we vandaag van hem verwachten, Jury? Deze jongen geeft altijd alles. Aanvallend, maar ook verdedigend, zodat de tegenpartij moeilijk kan opbouwen. Pirlo. Wat een snelheid. En het schot. Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Opnieuw balbezit. Hij heeft de bal weer te pakken. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog op het spel. Balotelli. Ja, en nu? Schiet! Weer de bal en terug. Gered, maar de bal komt terug. Mogelijkheden hier voor Italië met de inworp. Pirlo. Nani. De bal wordt aangeraakt en gaat uit. Motta. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Motta. Met die tackle herovert hij de bal. Cristiano Ronaldo heeft hem. Kan voorzetten. Goed opgesteld door de verdediger. Marquisio. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Raak, hij zit. Hij houdt de bal goed laag. Dat is moeilijk voor een keeper. Prima gestoord. Je ziet hem de hoek uitkiezen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Hij brengt de bal terug in de ploeg met die tackle. Prima gedaan. De verdediger blokkeert dat schot. Eens kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. Dat is geel. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij.
Breda. De bal ligt voor het oprapen. Hij gaat ervoor. Stopt de bal, maar het gevaar blijft. Hier inleveren, zegt de keeper. Kop die bal door. Almeida. Hij zoekt naar ondersteuning. Het schot wordt gestuit door de verdediger. Hij is er bijna. Dat is een hoekschop. Hier is de verdeling van het aantal schoten op doel. En die is toch wel een beetje anders dan de stand van de wedstrijd. Ja, hij heeft een sterk schot in de benen. Geweldige verdedigende actie waarmee hij vrijwel zeker een doelpunt voorkomt. Wat een waanzinnig schot. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Goeie kopbal die er zeker in leek te gaan, maar de keeper redt knap. Candreva. En hij wordt nu aangevallen. João Pereira. Almeida. Coutinho. Voor het doel. En die voorzet is voor de verdediger. Coutinho. Raak, het kan weer alle kanten op. Gezien het spelbeeld komt deze treffer niet als een verrassing. Maar toch verloopt de wedstrijd anders dan ik had verwacht. Ja, op papier ontlopen deze ploegen elkaar niet veel. Dus je zou niet zo'n egoïstisch verkeer verwachten. Toch is er maar één ploeg die aanspraak maakt op een zege. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Marquisio. Schitterend paasje. Hij is langs de verdediger. De voorzet belandt niet bij een medespeler. Bal kwijt dus. Coutinho. Vrij. Goed gedaan. Mooi schot. Hij scoort. En Portugal verrast vriend en vijand met het doelpunt. Die Cristiano Ronaldo is nog zo jong en nu al zo'n goede voetballer. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Marquisio. In de 43rd minuut. Number 7, Cristiano Ronaldo. Dit wordt menens. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel.
Pepe. Bal blijft in het spel. Cristiano Ronaldo. Die tackle is correct. Prima gedaan. De Rossi. Balotelli. Motta. Een schermutseling om de bal. Vrije schop. Deze actie leidde tot het doelpunt. Hij schiet de geplaatste bal van afstand rechts op het doel. João Pereira. De scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 2 tegen 1. Zo, de eerste helft zit erop. Die goal net voor de rust, dat zal ze zelfvertrouwen geven voor de tweede helft. Ja, het is wel een goed moment om te scoren vlak voor rust. En ja, dat geeft wel moed voor de tweede helft. De scheidsrechter kijkt of alles in orde is en fluit af voor het begin van de tweede helft. Wordt dit een doelpunt? En het schot. Dit is het. Ze zijn duidelijk de betere ploeg. Dat blijkt ook uit de stand. De bal vanuit een andere hoek. Hij is er door. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Coutinho. En weer terug die bal. Scheidsrechter gaf voordeel, maar bedenkt zich nu. Dat is een gele kaart. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Lopes. Nou, bal kwijt. We zien of de tegenstander er wat mee kan. Nou, de bal die flink van. Dat ziet u ook wel. En daar gaat hij met de staart tussen de benen. Dat kon ze dat niet. Nee, hij liet de trainer maar één keus en dat was een wissel. Ja, hij moest er gewoon af en snel vergeten deze wedstrijd.
Speelt de bal weer terug. Dit is Cristiano Ronaldo. De corner, en wie gaat hem nemen? Laten we nog eens kijken naar die actie die aan het doelpunt vooraf ging. Hij schiet een geplaatste bal vanuit de 16, laag en links op het doel. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Marquisio. Hij mist doel. In deze tweede helft gaat de coach de zaak nieuw leven inblazen. Want er moest echt iets veranderen. Over de flank gepaast. Abate. Ja, en nu? Oh! En die zit. Terug in de wedstrijd, nog maar één doelpunt verschil. Ah, dit kan nog spannend worden even. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Coutinho. Dit is Cristiano Ronaldo. Ja, en nu? Gaat op het doel af. Geen doelpunt uit het schot. Nee, matige poging hoor. Eens kijken of deze extra aanvaller het verschil kan maken. Tot nu toe is het ze niet gelukt om op gelijke hoogte te komen. Of op voorsprong. Ben benieuwd of het nu wel gaat lukken. Nou, de druk wordt wel in ieder geval behoorlijk opgevoerd, Evert. Raúl Meireles. Het schot! De doelman werpt zich in de baan van die pegel. Over de achterlijn, hoekschop. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Raúl Meireles. Hij kan alleen door, maar heeft ook afspeelmogelijkheden. Probeert het. Allemachtig doelpunt. En daar is hij weer. Hij prikt nummer 2 erin. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek.
Hij heeft geel gehad en dat is voor de trainer de reden om hem te wisselen. En de goalscorer van Portugal. 67 minuten. Nummer 7. Balotelli. Cristiano Ronaldo. Goed gewerkt om die voor. Dat is een vrije trap en van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. Prima actie van de doelman. Met die tackle herovert hij de bal. Die bal moet erin. En die zit erin. Nee, dit feest gaat niet door. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Hier is de herhaling, Jury. Ja, hier is goed te zien dat de grensrechter gelijk had. Het is maar goed dat de goal niet geteld werd. Raúl Meireles. Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Ja, en nu? Moeihard. Een gevaarlijke situatie. Hij zit erin. Nog maar één doelpunt verschil. Wie weet kunnen ze nog voor een stuntje zorgen. Nou, de wedstrijd ligt wel helemaal weer open. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Twee teams die elkaar met open vizier bestrijden. Dat levert toch het mooiste voetbal op, hoor. Cristiano Ronaldo. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. De muur steelt een paar decimeter en de scheidsrechter laat het toe. De vrije trap gaat rakelings naast. Ja, maar dat was wel goed gedaan, Evert. Marquisio. Houdt die bal bezit? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. João Pereira. Raúl Meireles. Cerchi. Balotelli. Ja, en nu? Balotelli! Nee, hij geeft de bal veel te veel effect mee. Hij raakt hem gewoon niet vol genoeg. Meireles. Welke Italiaan gaat die inworp nemen?
Tani. Je komt er niet langs vandaag bij deze kerel. Belangrijke hoekschop hier op dit moment. Eens zien of ze er iets mee kunnen. Corner. De supporters zijn blij met het spel van hun ploeg. Hoor ze toch eens juichen, Jury. Ja, ze gaan 3 punten meenemen even. De spelers hebben het goed gedaan, alles gegeven en ja, de fans zijn ze dankbaar. Marquisio. Balotelli. Een fluitje klinkt voor buitenspel. Hoe vaak hebben de ploegen buitenspel gestaan? Luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg het wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zou me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal in de huid neemt. En dan wordt er gevlacht voor buitenspel. Dat lijkt me onterecht. Die speler staat op springen en betreurt zijn verkeken kans. Ze vechten om de bal. Onderschept. Dit hadden ze net nodig. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Voorzet en dan? De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. Wat een actie. Een kans. Ja. Gescoord is ze steeds weer te snel aan. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Voor mensen die vinden dat het in de voetballerij om scoren draait, is dit een geweldige wedstrijd. Vrije trap zo laat in de wedstrijd nog.
Ja, en nu? Doelpoging. Ja, in het net. Weer een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. Ja, met dit doelpunt nu in blessuretijd laten ze toch maar zien dat ze echt veel beter zijn dan de tegenstander. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Chiellini. Nummer 8, Yao Moutinho. Balotelli. Speler loopt buiten spel. De scheidsrechter blaast op zijn fluit en de wedstrijd eindigt in 6-3. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Nou, het was een geweldige wedstrijd. Dit was even te Napel en ik wens u een goede avond.